iemand parkeren met je smartphone. Betalen om te parkeren. Daar ontsnap je in de meeste Vlaamse steden niet meer aan. Misschien koop je je parkeerticket het liefst aan de automaat, maar je kan ook betalen met een app op je smartphone. Het grote voordeel is dat je alleen betaalt voor de minuten dat je er echt geparkeerd staat. Maar daarvoor betaal je wel een kleine vergoeding. Want de bedrijven die deze dienst aanbieden, rekenen een kleine transactiekost door aan hun klanten. Die komt bovenop de prijs van de parkeertijd op straat of in de parkeergarage. Er zijn verschillende parkeerapps. Bij ons is de bekendste en meest gebruikte app 4411. Die kan je gebruiken in bijna 100 Belgische steden, maar ook in Nederland. Maar er zijn ook andere apps, zoals Yellowbrick, Flowbird, City of EasyPark. EasyPark is in België niet zo groot, maar je kan er wel in bijna heel Europa mee betalen. Handig dus als je op vakantie gaat. Kies dus de app die het best bij jouw gebruik past. Op de websites van deze bedrijven vind je hun tarieven en waar je ze kan gebruiken. Als je een app gekozen hebt, ga je naar Google Play of de Apple App Store om hem te installeren. Daarna moet je je registreren. Als je de vraag krijgt om je locatie te delen, dan klik je op Toestaan. Je app moet weten waar jij precies parkeert. Je maakt een account aan, geeft de nummerplaat van je auto in en koppelt de app aan je betaalkaart. En voilà, je bent vertrokken. Hoe werkt het nu? Wel, je parkeert je auto en opent de app. Als je de app toegang hebt gegeven tot je locatie, dan weet hij waar je geparkeerd staat en toont hij ook de code van deze parkeerzone. Dat is de code die vaak ook op een parkeerautomaat staat. Het zijn meestal de beginletters van de stad, gevolgd door een nummer. Heb je de juiste code geselecteerd, tik dan op Start. Wil je weer vertrekken? Vergeet dan niet om je parkeersessie te stoppen voor je wegrijdt. Doe je dat niet, dan blijft de teller lopen en betaal je dus te veel. Klik mee. Surf mee. Swipe mee. Blijf mee. Iedereen mee. Ontdek meer tips op VRT Max.